De overman presenteert Lucifer. Hoog in de hemel wachten Belzebub en Belial op Apolloon, die door Lucifer naar het Hof van Ede is gestuurd. Apolloon rapporteert dat Adam en Eva zijn geschapen en op alle vlakken de Engelen overtreffen. Zij leven eeuwig en kunnen zich voortplanten, in tegenstelling tot de geslachtsloze Engelen. Dan meldt Gabriel dat de Engelen de mensen moeten dienen en aanbidden. Lucifer verschijnt op zijn strijdwagen en vertelt de engelen dat zij slaven zijn geworden van de mensen. Gabriel zegt dat Lucifer vertrouwen moet hebben in Gods besluit. Lucifer zegt daarentegen dat God zich verlaagt door zich met de mens te verbinden en zich te strijden voor Gods eer. Belzebub stookt de engelen op en Lucifer geeft het bevel voor een opstand. Lucifer krijgt steun en de situatie loopt uit de hand. Belzebub hitst de opstandelingen op en de groep wordt gewelddadig. Zodra Michael verschijnt, zegt de schijnheilige Belsbuk dat hij de opstandelingen probeert te kalmeren. Michael eist gehoorzaamheid van de opstandelingen. Zij willen echter alleen nog maar luisteren naar Lucifer. Hun leider spreekt hen toe en de eed van trouw wordt afgelegd. Het leger van Michael komt bijeen en vlak voor de strijd komt Raphael met een olijftak naar Lucifer om hem tot inkeer te brengen. De opstandelingen zullen volgens Raphael afschuwelijk worden bestraft. Lucifer twijfelt, maar de vernedering is voor hem te groot. Hij trekt een strijden en Raphaël bidt voor Lucifer's zielenhel, te vergeefs. Lucifer en de opstandelingen veranderen in monsters en storten in de diepte. De overwinning is niet compleet. Adam en Eva zijn verleid door de zondige slang. De Engelen zingen dat de Verlosser ooit zal komen. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in omstandige Engelen en politieke beschouwingen.